Ja, Maaike op rij, gefeliciteerd met deze prachtige 3-1 overwinning hier bij ACV. Van de week al met Odin, 6 punten. Lekker weekend. Ja, heerlijk. Ja, dat is wat we nodig hadden, 6 punten. En dat doen we goed. Ja, ACV, ploeg en degradatiegevaar. Dat jullie het zo makkelijk hadden in de eerste helft. Ik had dat niet verwacht. Jullie wel? Aan de ene kant wel natuurlijk, want je spreekt dingen af. Tussen de linies, juiste balsnelheid, et cetera. Noem het riedeltje maar weer op. Als je dat goed uitvoert, dan maak je het elke tegenstander lastig. Ja. En ik denk dat we de eerste helft dat we dat echt heel goed deden. En dat we, ik denk misschien wel 4-5, misschien wel meer echt hele mooie aanvallen richting de goal hadden. En dat we wat resulteerde in kansen. Dus daar geniet ik heel erg van. En dan maak je de 3, dat is prima. Ja, maar je verwacht ook van zo'n ACV in degradatiegevaar, wat ik net al zei, die klappen er volop. Gebeurde helemaal niet. Jullie hadden compleet controle over de wedstrijd. Ja, we begonnen gewoon heel goed. En als je hier minder begint, dan krijgen ze het gevoel van ze hebben er geen zin in of hier valt wat te halen. Maar we begonnen gewoon uitstekend en we wonnen elke duel, denk ik. De tweede ballen pakten we op. Dus zij hadden wel het gevoel van hier is toch minder te halen dan gehoopt. Ja, maar het is denk ik heel moeilijk te spelen tegen een ploeg als ACV, die heel compact speelde. Ja. Als je kijkt de spits, die was soms op 20 meter voor een eigen koopas. Ja, klopt. Vooral in de tweede helft was dat het geval. Dat we er niet lekker doorkwamen. Maar ik denk, eerste helft stonden we allemaal zo goed dat we elkaar gewoon konden vinden. En van links naar rechts speelden. Dus dat zij op een gegeven moment het kantel ook wel zat waren. En daar had trainer ook op gehamerd. Van speel ze stuk. En dan denken zij ook op een gegeven moment van laat hem even lopen. Ja, en dan moet je slim zijn. Dan moet je de juiste ballen tussen de linies krijgen. En de bal uitspelen naar de goal. En dat deden we goed. Als je zo'n dominante eerste helft speelt waarin je zo op een macht bent, kun je dan nog kritisch zijn naar je teamgenoten en naar jezelf? Ja, ik ben zelf wel altijd kritisch, maar ik in de rust heb ik ook niet gezegd. Ik heb alleen gezegd van doorgaan en als je echt kritisch moet zijn, dan moet je zeggen dat je er 4-5 moet maken in plaats van 3. Maar dat is, je moet niet te kritisch zijn, hè? Nee, maar tweede helft, neem je bewuste. Of onbewust een beetje gas terug. Ja, dat is altijd wel lastig. Want het liefst wil je de 4-5 maken. Maar je wil ook gewoon de wedstrijd lekker uitspelen. Maar dat deden we niet helemaal goed. Ik denk dat we een matige tweede helft hebben gespeeld. En niet dezelfde dingen hebben gedaan als in de eerste helft. Dus de tweede helft hebben we wel kritische punten. Een heel opvallende rol vandaag voor Uriel Antuna. Hè? Hij scoorde eerst de goal en de tweede en de derde. Die van jou dan de derde van een assist. Jij ook in die derde. Uriel die maakte een actie en ik riep van volgens mij 16 of zo, zoiets. En hij speelde die bal fantastisch voor en ik kon er zeg maar inlopen en ik kon hem half vallend intikken en ik schiet hem door de benen van de verdediger en hij valt binnen. Dus lekker, mooi goal. Uriel is goed bezig en hij is op dreef, onze Mexicaan. Ja. Maar ook Michael Breij is op dreef, een jong FC Groningen. Ja, we zijn allemaal goed bezig en dat zie je ook richting het eerste elftal. Veel jongens die mee mogen trainen en die mee mogen bij wedstrijddagen. En zal je maar een compliment voor iedereen die met Groningen bezig is. En onlangs bijna je debuut gemaakt voor het eerste elftal. Ja. Het was jammer dat Faber zijn klokkie kapot was, hè? Maar anders had je je debuut gemaakt, hè? Ja, de scheids vloot volgens mij eerder af, maar... Ja, dat de hoofdtrainer mij in ieder geval de kans geeft om erin te komen, doet voor mij, dat is voor mij al heel erg lekker. Helaas heb ik hem nog niet mogen maken, maar ik ben gretig en ik wil heel graag. En dat weet de trainer, heb ik hem ook tegen de trainer gezegd. En ik zal er nog steeds voor gaan. Dus gaat je debuut dit seizoen nog maken en in de eerste helft, let op mijn woorden. Dankjewel, ja. Ja, ik hoop het van harte, ik heb het echt naar mijn zin, ik ben goed bezig en ik ben er klaar voor, ja. Goeie zaken gedaan deze weekend, 6 punten gehaald. Ja, jullie blijven op plek 5 staan, maar je moet nog een wedstrijd inhalen. Doe je gewoon in de top 4 mee als je die wedstrijd bij Herkemaanse Boys uit. Ja, dat wordt ook een leuk potje. Ja ik denk dat we nog een paar mooie wedstrijden te gaan hebben. Ook bij Quick Boys volgende week. Dus ik heb daar hartstikke veel zin in. Ja, heerlijk. Dankjewel, jongen. Yes, dankjewel.